Is het met me eens dat dwang en drang juist misschien wat tegenovergestelde kunnen bereiken? Van dat mensen denken, ja weet je, die vaccinatie, dat ga ik me niet meer doen. Er zit misschien van alles nog wat achter. We hebben ervaring uit de coronaperiode, dat je misschien wel ziet dat het averechts werkt. Is de staatssecretaris dat met mij eens, voorzitter? Kijk, wij hebben Nivel, het is in 2022, dacht ik, maar ik kan het jaartal even mis hebben, hebben wij gevraagd, geef nu eens een wetenschappelijke benadering over welke maatregelen zin hebben om te leiden tot een hogere vaccinatiegraad. Omdat het is natuurlijk iets wat we breed delen, ook hier in de Kamer en breed in de samenleving. En die hebben daarin ook aangegeven, ook tegen ons op wetenschappelijke basis, dat zij in de Nederlandse context relatief weinig effect verwachten van dwang- en drangmaatregelen. Dus als je dat nog eens even afzet tegen de context en ook tegen een aantal landen waarvan we weten dat die verplichtstellingen hebben, dan moet je inderdaad zeer afvragen of dat inderdaad niet ook een contraproductief effect kan hebben. Dus inderdaad wat meneer Stoffer zegt, dat zou kunnen. Dat weten we alleen niet goed genoeg. We weten wel dat experts tegen ons zeggen, wil je effectieve maatregelen nemen, dan denken we niet in eerste instantie aan deze categorie, maar aan andere type maatregelen. Die gaan over onder met name informatie, toegankelijkheid en vertrouwen. Ja, dan doe ik gelijk mijn laatste vraag, voorzitter. Dan is het vraaguurtje erop. Maar kunnen we ervan uitgaan? Ja, voor mij dan, voorzitter. U lacht wat zo van, nee, maar we zijn niet klaar natuurlijk. Nee, kan ik ervan uitgaan, voorzitter, dat dit kabinet pal staat voordat, als je gewoon betrouwbare informatie hebt gedeeld, en daar hoor ik de staatssecretaris ook over, dat je betrouwbare informatie moet delen, dat geeft hij ook aan tegen anderen, dat we dan niet ouders gaan dwingen, maar dat we ouders gewoon de vrijheid geven om op basis van die betrouwbare informatie echt zelf de keuze te maken of ze hun kinderen laten vaccineren of niet. Concreet staat het kabinet daar pal voor. Nou, ik ben daar volgens mij duidelijk over geweest dat ik denk, als je de vaccinatiegraad wil verhogen en op korte termijn, dat je dan echt aan andere maatregelen moet denken. En ik heb ook toegezegd, ook, zo begon ik ook met de antwoorden op mevrouw Paulusma, dat ik vind dat het kabinet ook met een brief moet komen om met meer informatie te komen over wat wij de komende weken nog kunnen doen om extra de vaccinatiegraad te verhogen. Dus dat is wat we nu gaan doen. En ik ben inderdaad, en dat heeft u goed gehoord, ik ben uitermate terughoudend om tot een andere type categorie maatregelen over te gaan, omdat die niet alleen heel veel tijd kosten om ze in te voeren. Dat is nog een gelegenheidsreden, maar het is wel ook aan de orde. Maar ook omdat we gewoon weten dat die niet per definitie leiden tot een snellere verhoging van de vaccinatie gaat. En daar is het ons om te doen.